Hey, ik ben Shema en je kijkt naar de line-up video van de Samsung Jet-serie van 2023. Nou, in deze video zet ik alle modellen voor je uit, zodat jij straks weet wat je kan verwachten en welke van de Jet-stofzuigers het beste past bij jou. Alle Samsung Jet stofzuigers zijn licht van gewicht, waardoor ze dus heel fijn zijn om te gebruiken als je ergens bovenop moet stofzuigen. En ze hebben ook allemaal een meerlaags filtratiesysteem, wat inhoudt dat alle stof en allegenen die binnenkomen dus ook binnen blijven. En dat is heel erg fijn als je last hebt van allergieën. Ik begin als eerst, zoals we dat zo mooi noemen, bij de instapmodellen. Namelijk de Jet 65 Pet en de Jet 75e Multi. Heel belangrijk bij een stofzuiger is natuurlijk de batterijduur. Bij de 65 Pet kun je uitgaan van zo'n 40 minuten batterij in de lage stand. En bij de 75e Multi is dit zo'n 60 minuten. Nou, dan heb je dus genoeg tijd om een grote oppervlakte aan te pakken. Of in mijn geval mijn appartement. Bovendien heb je ook bij alle toestellen de mogelijkheid de batterij te verwisselen, waardoor je gebruiksduur dus kan verlengen. De Jet 65 Pet is, zoals de naam al zegt, geschikt als je viervoeters thuis hebt rondlopen. Je krijgt er namelijk de Pet Tool bij meegeleverd, waar je heel gemakkelijk je bank of je eetkamerstoelen mee kan stofzuigen. En verder krijg je bij de 65 Pet ook de volgende accessoires meegeleverd. Een kierenzuigmond voor de moeilijk te bereiken hoeken of je bank. Een combinatieborstel. Dit is een hulpstuk voor het verwijderen van vuil van bekleding. Maar je kunt hem ook gebruiken als borstel om mee af te stoffen. En tot slot krijg je er een 2-in-1 oplader bij. Deze dient tegelijkertijd ook als opbergplek. Je kan hem aan de muur bevestigen, zodat je ruimte bespaart in je opbergkast. En in 3,5 uur is de stofzuiger weer helemaal opgeladen en kun je weer aan de slag. En zoals ik al zei, de 75 Multi gaat wat betreft batterijduur wat langer mee, namelijk zo'n 60 minuten. En daarnaast is er ook verschil wat betreft zuigkracht. Bij de 75e Multi bedraagt deze namelijk 200 watt, wat hoger is in vergelijking met die van Jet 65 Pet met zo'n 150 watt. Laten we verder gaan met de meer premium modellen. De Jet 85 Multi en de Jet 95 Complete. Wat betreft batterijduur zitten ze beide op zo'n 30 minuten in de normale stand en 60 minuten op de lage stand. En beide modellen hebben ook een verwisselbare batterij, waardoor je dus nog langer kan stofzuigen. En ze zijn beide wat krachtiger dan de instapmodellen. Deze hebben namelijk allebei 210 watt. Maar het grootste verschil zit hem voornamelijk in de accessoires die je krijgt meegeleverd. Bij de Jet 85 Multi zit een slim LED brush. Nou, deze is geschikt voor harde vloeren en heeft een LED lampje. En hierdoor wordt stof op donkere plaatsen zichtbaar. En daarnaast heeft ook de Pet Tool een upgrade gekregen. Namelijk de Pet Tool Plus. Deze slimme tool heeft nog steeds dezelfde siliconen die huisdierenharen opzuigt. Maar deze tool onderscheidt zichzelf echt door de nieuwe V-vormige borstel die de haren richting het midden brengt. En daar bevindt zich dan een zelfreinigende vermaler van de Pet Tool Plus die ervoor zorgt dat de haren dus niet meer vast komen te zitten. Verder krijg je uiteraard een kierenzuigmond, een combinatieborstel en een flexibel opzetstuk zodat je makkelijk bijvoorbeeld onder de bank kan stofzuigen. En bij de Jet 85 Multi krijg je ook een 2-in-1 wandoplader. En op onze website kun je ook de 85 Pro vinden. Hier zitten bijna dezelfde accessoires bij. Het verschil is dat bij de 85 Pro je de Jet Dual Brush krijgt in plaats van de Slim LED Brush. En je krijgt een accessoire mee waarmee je kan dweilen, namelijk de Spray Spinning Sweeper. En dan heb je natuurlijk ook nog de Jet 95 Complete. Dit model is voor een heel groot deel vergelijkbaar met de Jet 85, maar heeft wel een aantal upgrades. Je krijgt namelijk een vrijstaand oplaadstation en zo hoef je dus geen gat in je muur te boren om je stofzuiger kwijt te kunnen. En je krijgt er de Jet Dual Brush bij waarmee je op zowel harde vloeren als op tapijt kan stofzuigen. En tot slot krijg je ook een telescopische buis en doordat deze verstelbaar is kan je hem dus helemaal aanpassen op jouw lengte.
En tot slot de eyecatchers, de crème de la crème van deze serie. De Bespoke Jet en de Bespoke Jet AI. Beide modellen zijn uitgerust met verschillende borstels voor ieder type ondergrond. Allemaal verschillende accessoires, een LCD-scherm, een telescopische buis en een verwisselbare batterij. En bij deze modellen zit ook een automatisch oplaad- en leegstation geïntegreerd. Wat het onderhoud van je stofzuiger dus een stukje makkelijker maakt en de levensduur van je apparaten kan verlengen. Bij de normale Bespoke kun je op een knopje drukken en bij de Bespoke Jet AI leegt de stofzuiger zichzelf helemaal automatisch. Maar nu hoor ik je bijna al denken, wat is het verschil dan tussen deze twee modellen? Nou, de Bespoke Jet AI werkt op basis van kunstmatige intelligentie. Dat betekent in de praktijk dat de stofzuiger de oppervlakte analyseert, waardoor je dus altijd de juiste zuigkracht en borstelsnelheid gebruikt. En hierdoor kan de gebruiksduur verlengd worden. Daarnaast is de zuigkracht van de Bespoke Jet AI groter in vergelijking met de Bespoke Jet. Bij de Bespoke Jet AI is het namelijk 280 watt, terwijl de Bespoke Jet een zuigkracht heeft van 210 watt. En ook de gebruiksduur van de Bespoke Jet AI heeft een upgrade gekregen. Deze is namelijk 100 minuten in plaats van 60 minuten. Tot slot is de Bespoke Jet AI ook te connecten met je SmartThings app, waardoor die dus helemaal te personaliseren is. Zoals je hoort, voor ieder wat wils bij de Samsung Jet stofzuigers. Van een stofzuiger die helemaal gericht is op dierenharen, een stofzuiger waarmee je zelfs kan dweilen, en zelfs een stofzuiger waarmee je helemaal kan pronken in je woonkamer. Ze hebben het allemaal. Heb je nog vragen voor me? Laat het me even weten in de comments, want dan kom ik daar zo snel mogelijk op terug. En anders zou ik zeggen, tot de volgende video. Later!